Daar had je ook, sommige dieren waren wel leuk, maar ik boek, er waren ook een Sesamstraat dat ik niet aan kon zien werkelijk. Zoals? Nou, die hond, die kon ik Tommy. Niet kunnen. Ja, ontzettende zeikneus, die hond. Daar heb ik niks met honden, misschien dat is protocols. En maar Pino? Die Inimini zou ik onmiddellijk zou ik die ook laten emigreren. Hè, dat is hoe komt dat dan? God mag het weten, ik had er niks mee. Nou moet ik zeggen, Sesamstraat werd gemaakt voor kinderen van 5-6 jaar oud. Dus het zou een beetje raar zijn als ik niet wou, hoe oud was ik. Dus toen ik daarnaar keek, ergens halverwege de 30 en de 40, dat ik elke dag tegen mijn vrouw zou hebben gezegd van, denk erom, stil, Sesamstraat. We gaan even geconcentreerd luisteren. Nee, zo was het natuurlijk niet. Het verlossen, kunt u mij horen? Kijk, overdag heb ik al zoveel weerstand, ben ik zo fris in het hoofd, zal ik maar zeggen. Dat ik denk, jij kan nou wel weer een boek bestellen, maar dan ga ik dat toch maar niet doen. Want de kans dat ik het lees is niet zo verschrikkelijk groot. Nee, boeken bestel ik altijd in impuls, laat op de avond of in de loop van de nacht. Je hebt een leuk stuk gelezen over een nieuw boek. Dat je zo interessant. Ja, je weet hoe makkelijk het tegenwoordig is. Je klikt het aan bij Amazon, je drukt twee keer op een knop en dan heb je het. En je leest het dan op de computer? Dat kan ik lezers, onder de luisterscharen, kan ik daarbij typen. Vooral als het boeken zijn die uit de loop zijn, dus die niet meer op de lijsten staan van best verkochte boeken, maar nog steeds natuurlijk hartstikke goed zijn. Die kosten bij Amazon vaak $4 of zo, $5, 12 cent. Maar ja, dat je denkt, hoe is het gods mogelijk? Maar ja, ze bestaan alleen natuurlijk elektronisch. En dan kun je ze fijn op je scherm lezen. Ik lees al die boeken op het scherm. Ja. Ik zeg het nogmaals, je kunt onderstrepen, je kunt commentaar leveren. Die software die zit tiptop in elkaar. Is Jeff Bezos een boef? Ja, Jeff Bezos is een boef. Worden die mensen in die magazijnen uitgebuit? Absoluut worden ze uitgebuit, maar ze hebben de boel wel goed te bereiken. Dat werkt goed. Ja, bol.com doet het ook aardig, hè? Hier in Nederland. Ja, maar dat met die Kobo, die heeft natuurlijk ook digitale boeken. Het probleem natuurlijk van de digitale boeken van Amazon en de software die daarbij hoort, is dat het dedicated software is. Dus je kunt bol.com boeken niet lezen met de software van de Kindle. Tenminste, ik kan het niet. Oké. Okay. Gek genoeg kan ik de digitale boeken die ik bij bol.com heb gekocht, kan ik alleen op mijn telefoon lezen. Ja. En dat is vrij lastig. Terwijl zij toch ooit begonnen zijn, ook als boekenshop, hè? Ja, zeker. Je weet dat bol.com betekent Bertelsman online. Maar is dat zo? Dat is bol. Dat wist ik helemaal niet. Ja, dat betekent Bertelsman online. Bertelsman is een hele grote Duitse uitgever. Ja, van RTL ook. Ja, en zeker in het begin liep dat volgens mij helemaal niet zo verschrikkelijk goed. Dus Bertelsman heeft de zaak verkocht. En toen aan Ahold. Is het nu van Ahold? Dat zou best kunnen. Nou, aanvankelijk hebben ze het gewoon, dacht ik, aangeboden aan de collectieve Nederlandse boekhandels en het boeken Centraal Boekhuis. Die waren niet geïnteresseerd. Ja, dat is van grote blunders gesproken. Dit is nou echt zakelijk grote blunder. Ik dacht dat toen aanvankelijk de toen zittende directeur van Bertelsman Online, dat die in een soort van management buy-out de bezitter is geworden. Huh? De medebezitter, dat weet ik niet. Is pas later volgens mij aan Albert Heijn verkocht. Ja. En dat is denk ik een hele nuttige investering. Maar ja, je ziet ook dat lijkt ik ook sprekend op Amazon. Ja, dus ik weet dat ze intern bij bol.com ook er alles aan doen dat ze niet uiteindelijk overgenomen worden door Amazon. Want die zijn zo groot en die hebben zo'n diepe zakken. Ja, die zijn gigantisch. En je hebt nu wel overigens Amazon opereert ook in Nederland. Je kunt ook al aan Nederlandse boeken gewoon digitaal aanschaffen. Ja, maar dat komt al vanuit Duitsland volgens mij. Ze hebben nog niet een lokale... Volgens mij wel, hoor. Ja? Ja, zeker. Okay. Sterker nog, ze zetten me steeds onder druk dat ik van moet switchen van mijn Amerikaanse account naar een Nederlandse account. Oh, oké. Mag ik even, ik richt me nu tot Amazon Nederland. Dat ga ik niet doen. Ik ben blij met mijn Amerikaanse account, dat is veel makkelijker. Ik koop veel meer Engelstalige boeken dan Nederlandstalige boeken. Ik hoorde nog een interessant verhaal van bol.com. Die hebben het natuurlijk vorig jaar zo goed gedaan door de coronacrisis. Hè? Dus die hebben ontzettend hoge omzet en winst gehad. Dus nu wordt gekeken dit jaar, waar het allemaal weer wat minder is. Want ze zijn duidelijk teruggezakt in de verkoop. Ja, maar er wordt toch nog gekeken, jullie moeten wel beter doen dan vorig jaar. Wat natuurlijk een uitzonderlijk jaar was. Ja, dat is niet verstandig, lijkt mij.
Maar ja, zo gaat het in dat soort bedrijven. Beter structurele maatregelen nemen. En die directeur is ook weggegaan. Ik dacht ook, aanvankelijk, het wordt overigens, als ik kijk naar mijn eigen boeken, wat er aan digitale omzet is, nou, dan kun je ook in een vingerhoed stoppen hoor. Dat is een fractie van de normale verkoop in de boekwinkels. Online, ja? Ja, de online verkoop. Maar misschien komt dat door de doelgroep die de boeken leest ook. Dat weet ik niet precies, maar in mijn geval is het een fractie van... Hoeveel boeken heb je? Heb ik zelf of ja, heb ik ze geschreven? Nee, geschreven. Ik weet niet, een stuk of 15, 16 of zo. Oké, okay, dan komt er nu eentje bij weer. Hè? Hoe is het? Is het al bijna af? Nou, het schiet niet erg op. Oh. Maar je kunt in de dag toch lekker doorwerken? Eerlijk gezegd ben ik nu door omstandigheden, omdat ik allerlei andere dingen te doen heb. Ik moet nog een reis naar Rome maken, dus dat betekent dat ik even mij in moet lezen in Benito Mussolini. Oh. Dus daar ben ik nu druk aan bezig. En daar weet je toch al veel van? Nee, niet voldoende om daar ook een korte lezing over te kunnen houden. Oké. Kijk, je hebt, laten we zeggen, historisch gezien heb je een, wat de Engelsen zo treffend noemen, een working knowledge. Hè, dat we zeggen dat je meer van geschiedenis weet dan de meeste Nederlanders. Heel veel meer dan de meeste Nederlanders. Maar er zijn natuurlijk allerlei feitelijkheden die moet je of speciaal bekeken hebben. Want anders weet je ze niet. Nee. En ik kan je garanderen, ik wil nou weer niet terugkomen op wonderlijke gebeurtenissen in het recente verleden. Ik kan je garanderen dat je aan elke historicus, hoe knap hij ook is, vragen kunt stellen waar hij onmogelijk een antwoord op weet. Hmm. Ja. Hey, ga je dan ook met een bus in Rome? We gaan niet met de bus naar Rome, dat is ver met de bus. Ja, dat weet ik, maar omdat je natuurlijk altijd het buscollege doet. Dus dat gaat nu niet, je gaat nu met het vliegtuig. Het kan best zijn dat we lokaal een bus hebben. Ik weet niet precies hoe het geregeld is, daar ga ik helemaal niet over. Dus. Maar het is met hetzelfde clubje, met dezelfde mensen. Althans niet dezelfde bezoekers, die zijn wel anders, maar wel met de organisatie is hetzelfde als in Duitsland. Jan Labris, die heeft dat, die organiseert dat. Dat is een reisbureau wat zich bezighoudt met historische, culturele reizen. En dan ga je met het vliegtuig dan? Ja, je gaat met het vliegtuig naar Rome. Durf je dat wel? Nou, ik heb geen vliegangst. Nee, maar vanwege corona en zo? Ja, waarom niet? Ik ben dubbel gevaccineerd. Ja, maar dat werkt nu niet meer zo goed, hè? Ik kan het krijgen, dat is waar. Maar ik ga natuurlijk direct voor het boostershot. Ik ben op mijn leeftijd dat ze je op straat gevangen nemen. En dan krijg je het boostershot gedwongen, toegediend. Ja, dat weten de antivaxxers weten dat nog niet. Maar dat is een gigantisch programma wat nu opgestart wordt. Waar ook wel geld voor gereserveerd is. Ja, waarbij dus ouderen gevangen worden genomen als ze wandelen of op straat lopen of in de winkel. En dan word je simpelweg even in een busje getrokken. En dan bats, dan geven ze je een boostershot waar je u tegen zegt. Ja, dat is echt, dat heeft Bill Gates echt tip-top voor elkaar. Ja. Ja. Die hebben allemaal miljarden te besteden, dus dat... En je weet niet wanneer het gaat gebeuren, hè? Je weet nooit wanneer ze je pakken. Ik sta hier nou bijvoorbeeld ook in een wit autootje. Dat je denkt, nou, er staat al een zogenaamd space winner op. Maar daar geef ik geen cent voor. Ik wil wel dat er iemand in zit met boostershots. Ja. Ja. Maar wel goed dat ze doen, toch? De boostershots. Ja, ik ben er een groot voorstander van. Ja. Ik heb begrepen dat medisch uitgezocht is dat het effectief is. Omdat de effectiviteit van de eerste twee shots, dat is natuurlijk ook alweer, nou wat is het, 8 maanden geleden. Ja. Ja, 8 maanden geleden. Dat wel geleidelijk wat minder wordt. Ja. Nou, mij best. Je had toch ook ik heb ook de griepprik gekregen. Dus, ja. Ook nog? Jazeker. Zo, een hele cocktail. Ik ben nu al meerdere malen in de Schouwburg opgetreden. En daar zeiden ze toch allemaal dat het nog niet loopt zoals het voor de corona liep. Dus dat ze toch vaak nog... Het zou wel wat beter kunnen. Het loopt wel... Maar het zou wel wat beter kunnen. En hoe komt het dan? Nou was ik laatst in een heel klein zaaltje. Dat was uitverkocht. Maar dat was iets van 175 of zo. Dat was in Berg op Zoom. Een leuk soort familietheater. Hmm. En waar was ik nog meer in? Ik zit even diep na. Ja, in hoe heet het? In Heerlen was een congres. Dus dan heb je altijd wel wat mensen. En heb je nog andere sprekers gezien? In Heerlen? Ja. Jazeker. Ook nog die architect van dat maankwartier, heb je die ook nog gezien? Nee, ik heb wel nog kritiek geleverd op het beheer van het maankwartier. Als je nou toch zo'n enorm ding neerzet, ja. Ik geloof dat het 30 miljoen heeft gekost. Moet schoon zijn. Precies, een zootje toen wij er waren. Namen ze het serieus? Dat weet je nooit. Okay.
In mijn gevoel is dat veel van die gezagsdragers denken, laat maar lullen. Hmm. Maken we zelf wel uit. Hè, zoiets. Ja. We komen er zelf ook nooit, dus we kunnen ons het schelen. Ja. Gemeentes zouden zich veel serieuzer moeten bezighouden met het schoonhouden en op orde houden van de publieke ruimte. Hè. Ook bij ons in Utrecht, ook in de Franse Halstraat, er komt één keer in de x weken komt daar zo'n ding, rijdt er zo'n reusachtige stofzuiger door de straat en dan loopt zo'n man en die blaast dan de rommel de straat. Nou ja, dat zou best wel wat vaker en beter gedaan kunnen worden. Ja. Nederland ligt per slotverrekening vol met plastic flesjes, eetbakjes, weggegooide pakjes, rommel gewoon. Vooral op de snelweg, ja. Als je zo'n bocht krijgt, daar staat dan zo'n net waar je dan wat in kunt gooien en daar ligt allemaal rommel. Iedereen gooit daarnaar. Ja, dus dat moet bijgehouden worden. Ja. Ook als je wipkippen hebt, ik ben persoonlijk tegen wipkippen, ik heb een stom soort van ding. Hè. Maar zorg dan dat ze functioneren en dat ze er fris uitzien. Hè. Dat is echt een zaak van aanzienlijk belang. Ja. Er was nog één man die vroeg of jij door Hugo de Jonge en het ministerie van VWS wordt gesponsord vanwege de oproep laat u vaccineren. Ik wou dat ik gesponsord werd, want als Guro had gebeld, meneer Van Rossum, ja, ik wil alles goed maken wat ik ooit fout heb gedaan. En nu willen we u vragen tegen een substantiële som om reclame te maken voor spoedige vaccinatie. Ja, u weet het boostershot, dat gaan we gewoon doen met gevangenneming en gebruik van geweld. We hebben onze les geleerd. Maar dan zouden wij u bijzonder dankbaar zijn. Ik had het direct gedaan, want ik vind het heel nuttig dat je gevaccineerd wordt. Ik weet niet welke oen deze vraag gesteld heeft. Joh, laat je vaccineren, doe niet zo stom. Ja, heel verhaal. Mensen sturen vaak een heel verhaal, maar ik kan het niet allemaal voorlezen hier, want dan zijn we 3 uur bezig. We krijgen vaak hele... Oh, dan had je nog die Gerry Eikhoff mail gezien. Ja, zeker heb ik die gezien. Maar denk je dat Gerry Eikhoff van de NOS dat is? Ik neem aan van wel. Zouden er meerdere Gerry Eikhoffen zijn? Nee, ik had even gezocht, maar ik kon alleen die van de NOS vinden. Ja. Dus dat was wel grappig, ja. Wat stuurde die ook alweer? Heb het niet... Hij had, volgens mij was hij bezig met de podcast De Binge luisteren. Ja. Hij was nu, ik weet niet, bij 83 of zo. Ik weet niet waar wij zijn, maar hij was... Ja, ook zoiets. Hij naderde het einde en hij hoopte dat ik... Ik geloof dat hij wilde dat ik aandacht besteedde aan het... vraagstuk van het racisme in de Verenigde Staten. Of heb ik dat nu verkeerd? Dat is wel binnengekomen. Ik weet niet of hij had het wel over iets in Amerika en ook ervaringen die hij zelf daar had. Ja, ja, precies. En hij kan me nog herinneren. Het is een etterende wonde in een samenleving die niet aangepakt wordt. Ja. Vooral natuurlijk omdat de blanken vinden dat zij eigenlijk gediscrimineerd worden. Ja. Hè? Dat je moet ophouden met iedereen met een kleurtje voor te trekken. En dat het tijd wordt dat die blanken eens een keer een voordeeltje hebben, ja. Ik kan me wel nog herinneren dat Gerry schreef van dat hij voor zijn doen niet vaak lachte, maar dat hij wel af en toe moest glimlachen als hij aan het luisteren was. Zoiets schreef hij, daar begon hij mee. Dat juichen we van harte toe, je weet. Het is een lachende traan, zo'n podcast. Ja, ja. We gaan nu iets doen over de jeugd, jeugdliteratuur. Ja, de jeugdliteratuur. Dat ik weet niet, dat werd toch ook eens een keer om gevraagd? Dat heb je zelf bedacht. Heb ik dat zelf bedacht? Ja. Toen je begon over, je moest een stukje schrijven over strips en zo kwamen we daarop. Ja. Ik moest een stukje schrijven over kapitein Rob. Dat was het. Waardoor ik dacht aan al die strips die ik in de jaren 50 heb gelezen als jongen. Je moet het wel uitleggen voor mensen die het niet kennen. Want ja, we moeten ergens beginnen. Dus ik heb een hele... Mijn moeder was een actieve voorlezer. Dat moet erbij gezegd worden. Een goede voorlezer. Heldere stem. Mijn moeder kon prima begrijpend lezen. Ik heb nooit begrepen wat onniet begrijpend lezen is. Maar goed, daar kunnen we nu niet op ingaan op deze problematiek. Dat schijnt op scholen voor te komen. Dat je dus wel de lettergrepen uitspreekt, maar niet de flauwste idee hebt waar het over gaat, zal ik maar zeggen. Wat op mij toch een beetje een komische indruk maakt. Mijn moeder las veel voor. En het allereerste voorlezerij, dat is bij mij zijn flitsen. Dat zit niet stevig in mijn geheugen of zo. Ja, wat zal ik toen geweest zijn? 4, 5, 6. Mijn oma las ook wel voor. En daar herinner ik mij van alleen nog maar woorden. Koning Kaskus Kileman. Daar was een verhaal over een koning die Kaskus Kileman heette. Dat is zelf natuurlijk een hele leuke naam voor een koning, dat begrijp je. Maar wat die koning deed en hoe die aan zijn eind gekomen is, ik zou het je niet kunnen vertellen. En in datzelfde voorleeswerk kwam ook de grijsgroen
groezelige Limpopo-rivier voor. Je ziet, dit is blijven steken in mijn geheugen. En ze las ook een boek voor, dat is wel op zichzelf wel interessant, van Fini Dick, dat was de vrouw van Martin Toonder. En dat heette, dat ging over twee kabouters, Suizenbol en Beidepink. En Suizenbol en Beidepink die waren op zoek naar een boekje, namelijk een boekje waar alles in stond. En ik heb vaak gedacht, op een of andere manier is dat idee van een boekje waar alles in staat, dat is in mijn hoofd blijven steken. En ik heb altijd een grote liefde gehad voor encyclopedieën, naslagwerken, boeken waar alles in stond. Want je had van die fijne Engelse boeken waar, laten we zeggen, dan op een licht chronologisch geordende wijze bijvoorbeeld de hele Tweede Wereldoorlog en diverse onderwerpen werd besproken. En wat, hoe heette dat? Daar is een term voor dit soort van boeken. Het is niet een dictionary, het heet anders. En daar ben ik nog steeds een groot liefhebber van. Dus ja, misschien is dat zaad wel heel vroeg al in de grond terechtgekomen. Ik ben ook dol op atlassen van alle mogelijke aard en soort, eerlijk gezegd. Atlas is natuurlijk een beetje op het zijspoor geraakt door Google Earth en het feit dat je alles, je hoeft het mee in te typen en baf, je typt Mekka in en je ziet de hele plattegrond van Mekka, nou ja, enzovoort. En je kunt zo gaan wandelen in Mekka, dat kun je ook op je telefoon zetten. Dus dat is eigenlijk jammer, want een atlas is op zichzelf natuurlijk een mooi soort van boek kan dat zijn. En daar komt bij dat sommige kaarten, en dat is, vind ik, bij ik dwaal even af, bij Google Earth en zo, en natuurlijk ook de Google GPS systemen, het zijn geen mooie kaarten. Ze zijn niet mooi om te zien. Esthetisch zijn ze niet bevredigend. Waarschijnlijk is het heel effectief en hebben ze het onderzocht. Wat vind je er niet mooi aan dan? Ja, ze zijn niet aantrekkelijk. Wat ik aantrekkelijk vind zijn onze Nederlandse stafkaarten. Die zijn echt hartstikke mooi. Hoe zien die eruit? Prachtig. Zet het even op. Ja, dat kan ik moeilijk beschrijven. Ze hebben de juiste kleuren. Het zit precies goed in elkaar. Vooral schaal op 51.000. Dus dat is een betrekkelijk kleine schaal. Of grote schaal, net hoe je het noemen wil. Dat zijn prachtige kaarten. Er bestond ooit een uitgave, als het dan niet van de ANWB was, van heel Nederland op schaal 50.000 stafkaarten. Het probleem is natuurlijk dat zo enorm snel verouderd. Dat had ik al, had ik voor deze auto een andere auto en die die was ook al een half jaar geraakt. En die hadden ze ook zo'n systeem met daar moest je nog een cd'tje, dvd'tje inschuiven voor de route. Ja. En ik heb ook in Nederland meerdere malen door weilanden gereden en door dichte bossen en zo. Omdat er in 10 jaar, ook in een land als Nederland, ontzettend veel is veranderd. Je moet het steeds updaten, dat klopt. Ja, ja, dus ja, het boekje Suizenbol en Beidepink. En het boekje was, dacht ik, in het bezit van een andere kabouter die Wetenwijs heet. Als ik me nu even goed herinner hoe het ongeveer zat. Maar dit is allemaal toch heel schetsmatig aanwezig. Dit moet me allemaal voorgelezen zijn voor het zesde levensjaar. Nou, vervolgens ben ik natuurlijk op mijn zevende levensjaar. Ik ben laatjarig, 24 oktober. Dus ik was al bijna 7 toen ik naar de lagere school ging. Daar las je van alles en nog wat. Goudhaartje en allerlei toch vrij wezenloze tekst, eerlijk gezegd, met zo'n streepje tussen de verschillende lettergrepen. Maar mijn moeder is ons toen gaan voorlezen. Daar was ik zelf een groot liefhebber van. Daar ben ik nog steeds een groot liefhebber van. Alle verstandige mensen zijn daar een heel groot liefhebber van. Het bestaat ook. Ik geloof wel dat dit ook nog wel gelezen wordt. Het is nog een indruk, denk ik. Winnie de Pooh. Ja. En dat was natuurlijk in eerste instantie, werd me dat natuurlijk in het Nederlands voorgelezen. En later lees je dat natuurlijk in het Engels en zie je dat het ontzettend subtiele en amusante teksten zijn. Dat waren natuurlijk twee delen. Noem nog eens wat de figuren, want dat ken ik ook nog. Noem eens wat de personages uit Winnie de Pooh. Nou ja, Winnie de Pooh, zijn boezemvriend was Knorretje. Ja. En Knorretje was een heel klein varkentje die eigenlijk overal bang voor was. Vooral voor wissels en voor woezels. Wissels en woezels, dat waren een soort van schemerige olifantachtige dieren die steeds Knorretje achtervolgden.
Zij ontdekten ook vaak sporen in het bos van wissels en boezels. En pas na enig nadenken werd duidelijk dat dat hun eigen sporen waren, omdat ze bezig waren met een rondje te lopen. Dat zijn allemaal typische Winnie de Pooh zaken. Dan heb je natuurlijk Pooh zelf, dat is niet een al te snuggere bier, die dol is op honing. Dus tekeningen. Als er een overstroming is, dan heeft hij zijn woning ontruimd. En dan zit hij op een hele dikke boomtak. En dan rechts van hem staan 16 potten van honing die hij dan leeg gaat eten. Het is ook heel typisch dat hij zo ontzettend van honing houdt. Dat als die Ior, want Ior komt ook voor in het boek. Ior is een enorm somber ezel die steeds zijn staart verliest. Omdat die staart die zit vast met een punaise. Dus die staart is die wel eens af en toe kwijt. En Ior ziet alles somber. Hè? Dus ook als het prachtig weer is, dan zal Ior zeggen, ja dat kun je wel zeggen, poeh, het is mooi weer. Maar voor ezels is dit klote weer. Zo dat op die toon ook zo'n beetje. Je begrijpt dat ik mijn leven lang voor Ior ben versleten in familieverband, in verenigingsverband, in nationaal verband. En nou ja, misschien dat ik nu doorbreek in China, dat ook Xi Jinping thought niet waar beïnvloed zou worden door mijn Ior-achtige ideeën. Nou, wat heb je nog meer? Dan heb je nog roe, kangra en roe. Kangra is de moeder, roe is het kleintje. Die roe die valt ook steeds uit die buidel en die is dan zoek geraakt en zo. Je hebt konijn ook niet al te snugger, mogen we rustig zeggen. Dan heb je uil. Die woont in een grote boom. En uil doet alsof die enorm intelligent is, maar feitelijk is die vrij stom. Het is de klassieke academicus, zal ik maar zeggen. Dat is uil. Die heeft ook een bril op die tekeningetjes en zo. Het zijn magnifieke tekeningetjes. En dan heb je op een goed moment is er een soort immigrant. Ja, dat is natuurlijk overal waar het gezellig en normaal is. Ja, ik weet het, er komen immigranten en die komen de boeren pesten, laten we het maar zo zeggen. Het tijgertje is enorm springerig. Dus die bonkt voortdurend overal tegenaan, wat toch wel door... Tijgertje is de immigrant. Tijgertje is de immigrant. Oh, hoezo, die verschijnt plotseling op het toneel. Oh, oké, dat heb ik zo nooit beseft. Dat is misschien een tweede deel. De House in Pooh Corner. Je hebt Winnie de Pooh en je hebt de House in Pooh Corner. Dat is het tweede deel. Er staan ook hele leuke gedichtjes in. Ja, die ken ik nou niet uit mijn hoofd. Maar ik kan iedereen aanbevelen als u kinderen heeft... snel naar de boekhandel en koop twee delen Winnie de Pooh. Ja, klein rood truitje had hij altijd aan, hè? Ja, hij had geen broek aan, maar wel een soort jasje had hij aan. Maar dat is, wacht even, dat is wel wat Walt Disney ervan heeft gemaakt. Okay. Het is zaak dat u Winnie de Pooh koopt met de tekeningetjes van Shepard, heet die man. S-H-E-P-A-R-D, Shepard. Want, wat is daar anders aan? Dat is het, zo horen ze eruit te zien. Dat is, zo is het. Omdat het origineel je is. Je weet, wat het is een verhaal wat Milne aan zijn enige zoon vertelde. En dat heeft hij tenslotte ook opgeschreven. En het is een verhaal over de speeldieren van zijn enige zoon. Dat is namelijk Janneman Robinson. Dat is op zichzelf eigenlijk een heel tragisch verhaal. Want Jan, omdat natuurlijk die boeken die hadden onmiddellijk verpletterend succes. En Janneman Robinson moest steeds bij feestjes, werd hij dan tevoorschijn getoverd. En weet ik veel, moest hij een gedichtje opzeggen of zo. Dus Janneman Robinson, die waren deels de hoofdfiguur van die verhalen, had er in allerlei opzichten enorm de pest aan dat hij daardoor eigenlijk naar zijn eigen gevoel onterecht in de belangstelling was geraakt. En heeft tijdenlang bij mijn weten niets met zijn vader te doen willen hebben. Gek genoeg te schrijven. Het zijn ontzettend leuke boeken, maar ik geloof niet dat Milde een erg aardige man was. En tenslotte is Milde dood gegaan natuurlijk. Ze moeten er schatrijk van zijn geworden. En toen die zoon, Janneman Robinson, die had geloof ik een kind wat op een of andere manier invalide was of een beperking had, weet ik veel. En ja, daar was veel geld voor nodig om dat kind een behoorlijk leven te bieden. En toen heeft hij zich toch maar verzoend met de erfenis. En ja, die franchise, dat is gefranchised natuurlijk. Ik zou maar zeggen, het verhaal is aan Disney verkocht. Die er niets van begrepen heeft. Echt nul. Dat zou moeten worden verboden, dat klassiekers door Disney om zeep geholpen worden. Wat is er dan wat jou betreft misgegaan? Ja, volgens mij alles, de stemmen en zo, het is allemaal... Je moet daar afstand van houden. Het is een groot probleem met boeken waar je dol op bent, is
verfilming, dat ze er een tekenfilm van maken. We zullen nog zo op andere gevallen komen. En dat ze dus binnenrukken in de popular culture, de populaire cultuur. En dat doet meestal die verhalen geen goed. Je kunt ze beter gewoon zelf lezen. Dat is naar mijn idee. Terwijl heel veel mensen ze wel hebben leren kennen daardoor. Ja. Maar Winnie de Pooh, dat was een klassieker. Die werd ook, er werd ook vaak wel meerdere malen werd er voorgelezen. Ik denk nog steeds trouwens. Ja, dat denk ik ook wel. En de andere grote klassieker van die jaren bij het voorlezen, toen zal ik een jaar van 8, 9 zijn geweest of zo. En mijn zus, dat is 1,5 jaar jonger. We werden samen voorgelezen. Mijn broer was er natuurlijk nog niet. We schelen 7 jaar. Dat was De Wind in de Wilgen. The Wind in the Willows. Ook een van oorsprong Engels kinderboek. Ook overigens weer iemand die dat verhaal vertelde aan zijn zoon. Die, als ik het wel heb, of tragisch om het leven is gekomen in de Eerste Wereldoorlog. Of zelfmoord heeft gepleegd. In ieder geval een dramatisch verhaal. Maar hoe dan ook, dat boek is geschreven door meneer Kenneth Graham. Notabene secretaris van de Bank of England, als ik het wel heb. En dat is een fantastisch boek. Dat gaat eigenlijk over, ook, gaat ook over sprekende dieren. Het zijn allemaal sprekende dieren. Dat is wel eigenlijk een hele eigenaardige usance. De sprekende dieren zijn namelijk mensen in dierenvorm die ook de karakteristieken hebben. Eigenlijk is dat overal zo. Sesamstraat was dat ook. Ja, zeker. Ja, ja. Daar had je ook, sommige dieren waren wel leuk, maar ik boek, er waren ook in Sesamstraat, dat ik niet aan kon zien werkelijk. Zoals? Nou, die hond, kon ik Tommy niet kunnen. Ja, ontzettende zeikneus, die hond. Daar heb ik niks met honden, misschien dat is protocols. En maar Pino? Maar die Inimini zou ik onmiddellijk zou ik die ook laten emigreren. He, dat is hoe dan, komt dat dan? God mag het weten, ik had er niks bij, nou moet ik zeggen. Sesamstraat werd gemaakt voor kinderen van 5, 6 jaar oud, dus het zou een beetje raar zijn. Als ik niet wou, hoe oud was ik dus toen ik daarna keek, ergens halverwege de 30 en de 40, dat ik elke dag tegen mijn vrouw zou hebben gezegd van, denk erom, stil, Sesamstraat, we gaan even geconcentreerd luisteren. Nee, zo was het natuurlijk niet. Ik vond die verhalen van meneer de Huil eigenlijk in allerlei opzichten wel lolliger. Er waren wel een paar vermakelijke karakters bij. Ik had toen voor het eerst een kleurontvanger gekocht. Dus dan, dat je meneer de Uil in kleur was, dat had ik me eigenlijk nooit gerealiseerd. Nee. Ja, de grootste ontdekking eigenlijk door mijn kleurontvanger was dat voetbalvelden groen zijn. Dat is zo, dat je daar dan... Wist je dat niet? Nee, dat wist ik niet. Je kon toch wel eens langs een voetbalveld of zo? Nee, die waren ook grijs in die tijd. Maar pas op met de kleurentelevisie. Ja, we hebben jarenlang naar een piepklein zwart-wit ontvangertje gekeken, weet je wel. Dat je ook de antenne vast moest houden om het beeld een beetje scherp te houden. Dat was ook wel treurig. En toen op een gegeven moment kwam de Sony Trinitron. Nou, dat was een wonder van techniek werkelijk. Over het principe wat helemaal niet meer gebruikt wordt, omdat we natuurlijk op de flatscreens zijn overgestapt, die totaal anders in elkaar zitten. Maar goed, de Sony Trinitron, dat was een wonder op aarde, dat je voor het eerst goede... En toen had je ook de kabel gekregen dat je voor het eerst goed, scherp, helder beeld. Dat je er echt voor het eerst achter kwam dat voetbalvelden groen waren. Ik heb toen nog wel eens naar voetbal gekeken, alleen om te genieten van die intens groene kleur die er op het scherm te zien was. Maar overal dieren dus in Syrië. Ja, nogmaals, The Wind in the Willows. Het gaat over een rat en een mol. En aanvankelijk wordt dat leidt hij daar een vredig leven. Die rat die woont aan een riviertje. En die mol die is eigenlijk, die mol die moest dan beginnen aan de voorjaarsschoonmaak. Maar had hij zo de pest en had hij geen zin in. En dan zegt hij ook hengkleding. En dan vertrekt hij en dan komt hij toevallig de rat tegen. En dat wordt een hechte vriendschap. En ze roeien met een bootje over de rivier. En dat wordt allemaal idyllisch beschreven. Maar tenslotte beleven ze ook een groots avontuur. Want een belangrijke hoofdrolspeler in De Wind in de Willows, dat is Pat. De grote meneer Pat. Namelijk een groot grondbezitter die eigenlijk een onbenullige ijdeltuit is. Maar zichzelf ongekend belangrijk vindt. En die koopt ook een auto. Waarmee hij is helemaal bezeten van auto's. Het is duidelijk ook dat Kenneth Graham niet veel met auto's had. En
Hij veroorzaakt ernstig ongeluk en dan komt hij in de gevangenis. En omdat hij in de gevangenis zit, is zijn landhuis is verlaten. En dat wordt bezet door de Wezels en de... En wat heb je nog meer? Wezels en, nou ja, Hermelijnen geloof ik. Wezels en Hermelijnen. En dan gaan ze tenslotte, gaan ze het landhuis van pad, gaan ze terug veroveren. Rad en Mol, geleid door de Das. Want de Das is ook een belangrijke figuur in die verhaal. Ook nog een otter en, nou ja, het is... Eigenlijk gaat, dat is ook vaker gezegd, maar eigenlijk gaat het over het idyllische Engelse landschap voordat het verstoord werd door, laten we zeggen, de industriële revolutie in de ruimste zin van het woord. Daar gaat het eigenlijk over. Maar het is een fantastisch boek, het is geestig, het is spannend. Ook weer geïllustreerd door Shepard, overigens een heleboel verschillende edities. Het boek dateert van 1908. En of het, ik denk dat het nog wel in druk is, maar ik heb het ook nog wel eens zien liggen in een verloederde, gepopulariseerde vorm waar ik niet gelukkig mee was. Ik heb zelf, ik geloof, wel 3 verschillende edities. Ik vind dat wel leuk, omdat je dan verschillende plaatjes, dan ook weer een heel verschillende sfeer, daar wordt aangegeven. Wij vonden het geweldig. Wij vonden het een geweldig boek. Mijn moeder kon het leuk voorlezen, later lees je het in het Engels. Dan is het vaak nog weer iets geweldiger dan... Ik weet niet of de vertaling, hoe goed de vertaling is. Ik kan het iedereen warm aanbevelen voor de kinderen. Stil, Sesamstraat.